Goedemorgen allemaal. Het is weer tijd voor de Donderdag Live. Ik heb vandaag een microfoontje op. Ik hoor graag van jullie of dit beter geluid geeft of slechter dan wat jullie gewend zijn. Eens een keertje uitproberen hoe dat werkt. Dan hoef ik niet zo op te letten dat ik hard blijf praten. En dat scheelt voor mijn stem weer. Je kon kiezen uit Enjoy the Moment of Tijdloze Tulpen. Het is een ex aequo geworden, dus dan mag ik kiezen. En ik kies vandaag voor de Tijdloze Tulpen. Ik heb met Enjoy the Moment heb ik deze kaart gemaakt. Ik heb hiervoor de reticello techniek gebruikt. En die ga ik natuurlijk voor de Tijdloze Tulpen ook gebruiken. Dus dat gaan we vandaag doen. Je hebt een basiskaart nodig. Ik heb in dit geval gekozen voor Mango Melody. Van 14,5 bij 21. Even kijken. Die rillen we gewoon. En daarop heb ik een basiskaart of een oplegkaart van Real Red in 10 bij 14. Ik moet het wel goed vertellen, hè, als ik het doe. Ben ik zo beter te verstaan nu ik deze microfoon op heb? Of is het slechter? Ik hoop dat jullie mij daar willen vertellen hoe dat bevalt zo. Goed. Dus deze lijm ik er alvast op. Dan kan die aan de kant. En dan gaan we beginnen aan deze, de witte. En die is 9,5 bij 13,5. Natuurlijk kan je hem ook gewoon groter maken of alleen de hele voorkant gebruiken. Maar ik vond het wel leuker als die nog een beetje omhoog komt door zo'n extra stukje karton erachter. Ik ga de kleuren Mango Melody, Granny Apple Green, Flirty Flamingo en Real Red gebruiken. En de kleur Crumb Cake. Ik gebruik masking tape voor deze techniek. Even kijken dat ik het een beetje georganiseerd krijg. En ik gebruik dus de drie verschillende tulpjes uit de stempelset en het tulpenblad. Fijn dat het zo goed te verstaan is, Adrie. Dan hoef ik niet meer zo hard te roepen. Reticello techniek. Je gaat eigenlijk allemaal soort vlakjes maken. Waar je je stempel in zet. En ik gebruik daar dus het masking tape voor. En eigenlijk, elke kaart valt gewoon anders uit. Want je maakt elke keer weer een andere vlakverdeling. Begin met dat wat je er het belangrijkste op wilt hebben. Dus wil je in het midden een tekst hebben, zou ik die er eerst op stempelen. En dan van daaruit gaan werken. Maar ik vind het altijd leuk om gewoon zomaar wat te doen. Dus ik plak een stukje masking tape op. Ik neem de crumb cake. En een sponge daubertje. En ik ga heel lichtjes het randje aanzetten. En daarin ga ik een stempeltje doen. En ik begin met de kleine. Even kijken. En je stempelt dus ook gewoon over je masking tape heen. En dan het volgende vlak. Dan ga je vanuit dit vlak werken wat je net gestempeld hebt. En dan leg je je masking tape een millimetertje. Dat je nog net een heel klein stukje van het net gedane stukje onder je masking tape vandaan ziet komen. En dan ga je een nieuw vlak creëren. Dus je hebt wel een aantal stroken nodig hiervan.
Maar dit is, zoals je ziet, ik heb het al meer gebruikt. Je hoeft het niet na één keer weg te doen. En ook deze weer. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie ook het geluid zo beter vinden met microfoon. Laat het me weten. Oh, nou ben ik te ijverig. Eerst nog stempelen. Even kijken, welke gaan we daarop doen? Ik denk dat dat deze wordt. Nou, deze gaat een beetje stroef. Dus ook straks eens een beetje kaarsenvet langs doen. Kijk eens hoe leuk dat eruit ziet. Zo heb je al twee leuke vlakken, hè? Ik vind dit zo'n leuke techniek. Dan gaan we weer een stukje afplakken. Kijk, en dan heb ik hier een klein stukje. Dus daar heb ik ook weer kleine stukjes masking tape voor. Dus je legt hem echt een klein, zeg maar een millimetertje van de rand wat je net hebt gedaan. Leg je hem neer. En verder is het dan gewoon lekker doen. En dan uiteindelijk wordt het een mooi geheel. Altijd even een beetje aanzetten. Hij moet natuurlijk wel blijven zitten. Hè? Met een klein beetje een lichte neutrale kleur. Ik gebruik crumb cake vandaag. Nou, tijd voor een tulpenblad. En zo krijg je dus allemaal aparte vlakjes. Ik wil hier ook nog een blaadje. Zo. En dus op de stukken die je al hebt gedaan, leg je je masking tape ongeveer een halve of een millimeter ongeveer. Over wat je al gedaan hebt. Dus je ziet een klein randje onder je masking tape doorkomen. En dit hoeft maar heel licht, dat aanzetten. Maar dat maakt het effect van de vlakke verdeling wel iets groter. En ook hier wil ik een blaadje. En zo bouw je heel je kaart een beetje op. Even kijken, wat gaan we nu doen? Ik wil even kijken hier. Een grote tulp hebben. Dus hier maak ik een iets groter vlakje. Even kijken. Het is gewoon een beetje spelen met je papier en met welke stempels dat je hebt. Zo. En dan eerst weer een beetje brushen met je sponge daubertje. Het hoeft echt maar heel licht. En dan gaan we voor rood. Een rode tulp. Zo mooi, hè?
Nou, is dat nou niet ontzettend leuk om te zien? Nou, hier. Wat zal ik hier? Oh, ik wil hier. Het is echt een beetje spelen met hoe je de vlakken wilt hebben en wat je erin wilt stempelen. Zo. Hier wilde ik deze. Weer een stukje nieuw afplakken. Even kijken. Hier wil ik de kleine tulpjes. Nou, het is ook niet heel moeilijk hoor. Ja, het is een beetje spelen. Kijk, je kan die vlakken ook net zo groot maken als je zelf wil. Als je minder vlakken wilt. Ja, dan ben je ook eerder klaar. Maar het is echt niet moeilijk om te doen. Zie je, nou vergeet ik bijna het brusje dat ik zo zit te kletsen. Maar het is echt waar niet moeilijk. Maar het is, ja, het is wel wat intensiever. Nou, dan hebben we hier weer een vlakje. Dan wil ik weer een stukje blad. Heb ik bedacht. Kijk, je kan ook kiezen voor minder stempels natuurlijk, hè. Je kan het zo moeilijk maken als je zelf wilt. Kijk, als je gewoon één stempel gebruikt en één kleur, ja, dan gaat het ook alweer sneller natuurlijk. Ik zei blad. Waar is mijn blad gebleven? Daar. Ik vind het zo leuk worden zo. Dat je al die vlakjes. Ik vind het zelf echt een hele leuke techniek om te doen. Weer een beetje sponsen. Oh, kijk, dat is wel een nadeel als je met een rode kleur werkt. Die trekt dus niet in je masking tape. En nou probeer ik er heel de tijd op te letten. En zo zie je dat het toch mis kan gaan. Maar goed, het is niet heel erg. Het is ook wel, geeft ook wel een leuk effect natuurlijk. Moet het toch verkopen niet. Zo. Bij die lichte kleuren heb je daar niet zoveel last van dat dat overkomt. Maar kijk, nu zie je dus dat ik hier een beetje een rood randje aan het vlak heb gekregen in plaats van die crumb cake. Maar ja, we kunnen niet alles hebben, hè, jongens. Niet de rode kant aan deze kant. Zo. Dan heb ik hem weer te ver weggezet. Zo.
En daar wil ik deze weer in hebben. Dan heb ik wel toevallig in twee hoeken dezelfde stempel. Dat was niet helemaal de bedoeling. Even kijken. Klein randje over laten lappen. Zo. Gaan we weer even sponsen. En daar wil ik weer een blad hebben. Doe ik hier als laatste nog Mango Melody tulpjes in. Zo, hier mogen er een paar. Nou, dit is het eindresultaat van deze techniek. En je ziet het, je moet er soms gewoon niet te veel over nadenken. En dan wordt het toch een hartstikke leuk geheel. Zo. Even zien dat ik geen rood aan mijn vingers heb, want dat zou zonde zijn. Nou, en eigenlijk is dit alles. Dus ja, het is wel wat bewerkelijk, maar het is echt niet moeilijk. En dit kan op de basiskaart. Je kan het natuurlijk nog een beetje versieren verder. Dankjewel Astrid, succes in het ziekenhuis. Zo. Nou, en dit is de kaart voor vandaag. Dus jullie konden vandaag kiezen. Voor vandaag kiezen uit deze twee. Zoals gezegd was het ex-eco geworden. En dus heb ik gekozen voor de tijdloze tulpen. Die vond ik wat vrolijker voor deze donkere ochtend. Dan de enjoy the moment. Natuurlijk ook erg leuk, daar niet van, maar... Dus dit zijn de kaarten die ik ermee gemaakt heb. En dan kunnen jullie voor volgende week, die zet ik zo meteen weer op mijn pagina, kiezen uit Pluk de Dag of Handpent Petals. Die zet ik zo op mijn Facebookpagina en dan kunnen jullie onder het bericht waar de foto van deze twee staat, kunnen jullie weer je keuze aangeven voor de volgende week. En dan ben ik op 10 mei heb ik weer Stempelclub online. Tot 3 mei kun je nog een pakketje bestellen. Dus wees er snel bij. En dan gaan we deze kaarten maken. En deze. En je kunt je... Oh ja, en het Stempelclub pakketje dat kost €10. Inclusief verzenden is dat. En dan heb ik ook nog dit mini album in een mini paper pumpkin doosje. En dat doen we op 11 mei. En dan kun je ook opgeven tot 3 mei. En dan krijg je dit. Een harmonica wat je uit het doosje kan vouwen. Waar je foto's op kunt doen. Of die je leuk kunt versieren. Gewoon met allerhande teksten. Daar kan je verder van maken wat je zelf leuk vindt. De workshop is dus op 11 mei en een pakketje daarvoor kost €15. En bestel je de pakketjes samen, dan krijg je €2,50 korting.
En zoals gezegd, dus tot 3 mei kan je dat bestellen. Dat was het weer voor vandaag. Ik hoop jullie volgende donderdag weer te zien voor de Donderdag Live. Tot kijk. Doei doei.